Je kijkt naar controversiële content van de Haan. De boodschap is al vanaf dag 1 duidelijk. Alles is een scam. En dat zullen we je even haarfijn gaan uitleggen. Welkom bij Haan World. Ja, checky. Zonder. Even kijken. Oh, ik zit een beetje hoog, zie ik. Even kijken. Even. Zo lijkt het wel echt. Hè? Ja. Goedenavond, mensen. Niet helemaal live, maar dat maakt verder niet uit. Het is nu 7:50. Dus een uurtje later. Ongetwijfeld als ik het uit ga zenden. Want ik moet weer wat voorlezen. En dan moet ik even kijken of ik niet even moet te knippen plakken. En dat soort dingen. En dat soort grappen. Maar ik was wel weer tot bijzondere inzicht gekomen. Nou, ben ik de laatste tijd sowieso wel dingen aan het uitzoeken en plaatsen. Weet ik veel wat. En er komen ook nog heel vaak bijzondere reacties op. En zodoende ben ik eigenlijk ook weer tot een nieuw hernieuwd inzicht gekomen in die zin. Dus nou ja, om maar te beginnen gelijk met de deur naar huis te vallen. Toch zijn we wel weer tot een paar bijzondere realisaties gekomen die we een beetje moeten samenvoegen in onze hypothese. Dan begin ik altijd eerst over de wetenschap. Zal ik je vandaag een beetje besparen sowieso. Maar de aarde is te begrijpen als een elektrolytische batterij. De aarde is namelijk een ingestorte monopool, zoals ik al 100.000 keer heb gezegd. Maar wat de wetenschap dus een zwart gat noemt. En nou heb ik dus laatst iets van de wetenschap gezien erover. Er was een gozer, die zat bij Lex Friedman. En die zegt op een gegeven moment over onze realiteit. Het is heel technisch hoor, maar hij zegt, het is iets holografisch. Wat betekent dat het min of meer ingebed is en in of gelegen is in of kan worden beschouwd als betrekking hebbend op of een dimensie, minder dan 3 dimensies, van de ruimte waarin we leven. Dus in het geval van het zwarte gat is de zogenaamde gebeurtenishorizon 2-dimensionaal ingebed in een 3-dimensionaal universum. En het holografische principe zou dus zeggen dat alle informatie die in het zwarte gat wordt opgeslagen kan worden beschouwd als levend op de gebeurtenishorizon in plaats van in het binnenste van het zwarte gat. Ik moet nog 1 ding zeggen daarover, zegt hij vervolgens. Want dit idee, wat ik zojuist heb uitgelegd, of als je er iets van begrepen hebt, is namelijk het idee, het oorspronkelijke holografische principe, wat naar voren werd gebracht door mensen zoals Gerard het Hoofd en Leonard Susskind, de superberoemde natuurkundige. Goed, wat ze nog eventjes onderaan de streep dus bedoelen en eigenlijk dus zeggen, is nogmaals dat onze fysieke realiteit, de wereld die wij om ons heen beschouwen, natuurlijk, als we dat gaan bekijken onder een microscoop, als we nou echt gaan kijken wat is daar in essentie, wat zijn onze bouwstenen en dergelijke, dan komen we dus uit op deze stelling dat wij in een soort holografische realiteit leven. En een hologram is dus eigenlijk vanaf een 2-dimensionaal oppervlak een projectie welke zich 3-dimensionaal manifesteert. Wij zijn daarmee een compleet beheerste dimensie en een bewuste creatie. Dat, we gaan even door dus. Nu weer mijn eigen tekst weer. Dus nu ik dus ook steeds meer kennis van deze data en alles krijg natuurlijk, begin ik eigenlijk een beetje een patroon te herkennen. Of eigenlijk een soort bron te zien van iets. En hiermee bedoel ik eigenlijk dat ik voor Nederland specifiek eigenlijk een soort glansrol heb gezien inmiddels. Maar die wel verborgen is natuurlijk. In het verleden is Nederland, in wat voor hoedanigheid dan ook, bijzonder invloedrijk geweest. Even zien hoor, ik moet even switchen van scherm. In het verleden is Nederland in wat voor hoedanigheid dan ook dus bijzonder invloedrijk geweest, mensen. 1 seconde. Ja, want ik moet wel op de main kanaal hebben, anders voor mij, ik weet niet of dat elke keer het muziekje blijft herhalen. Goed, het zal wel. En specifiek dus het gebied waar wij wonen, Nederlands grondgebied, is dus zeer waarschijnlijk, zeer heilige religieuze grond geweest in het hele verre verleden. Zo heeft Jeruzalem bijvoorbeeld vele locaties gekend, evenals vele andere beroemde steden die allemaal meerdere malen zijn herhaald of over heel de wereld in ieder geval. Jeruzalem was bijvoorbeeld vroeger ook het midden van de wereld en ook een keer op een kaart gezien als de Noordpool zelfs. Maar goed, denk bijvoorbeeld ook aan bijvoorbeeld waar de tuin van Ede precies zou kunnen liggen bijvoorbeeld. Nu ik zelf dus zeer goed het Oerlinna-boek heb bestudeerd en zo, en heb ik ook daadwerkelijk, en ik er daarnaast ook daadwerkelijk van overtuigd ben dat dit dus een correcte waarheid of geschiedenis vertelt, werd ik me dus al bewust van dus deze bijzondere en centrale rol die Nederland heeft gespeeld in het verleden.
Even zien, moet ik hier even een knopje drukken natuurlijk. Ja, jongens, even. We gaan gewoon door. Hatsen flats. Het was dus nogal, even kijken hoor, blablabla. Er is dus een reden waarom, we bijvoorbeeld wereldwijd de Nederlandse taal in zeer antieke culturen terugvinden. En het komt niet door de VOC. De VOC is slechts onze huidige moderne versie, zeg maar, een uitputting van een reeds bestaand systeem en netwerk destijds. Wat uiteindelijk dus dan zo'n 200 jaar geduurd heeft. En wat Nederland destijds natuurlijk tot de grootste financiële macht ter wereld maakte. Het was dus nogal een erfenis waar we op voort konden beduren, zeg maar. En ik wil dus claimen dat dit dus een zogenaamde Friese erfenis betreft. Niet voor het huidige Friesland in die zin, of de huidige Friese, maar de zeer antieke, oude, vrije Friese, zoals zij beschreven zijn in het Oedalinda-boek. Meer dan eens heb ik bijvoorbeeld het Oedalinda-boek kunnen linken en vergelijken met religieuze geschiedenis. En waarbij we dus in de geschiedenis verder dan op een dwaalspoor kunnen raken, geeft het Oedalinda-boek mij dan weer net een nieuwe, verfrissende context in dat soort vraagstukken. Ik begon dus al te vermoeden dat Nederland ook dus een religieus bedevaartsoord geweest moest zijn. En dat vermoeden werd namelijk ook versterkt doordat ik op een middeleeuwse kaart van Noord-Holland de plaats Galilea vlakbij Purmerend terug of tegenkwam. Dit nadat ik dus voor mezelf al persoonlijk had vastgesteld dat de plaatsnaam genaamd Alderga, wat genoemd wordt als de hoofdstad van de oude Friese in het Oedalinda-boek, vrijwel zeker het zeer ouder dan Amsterdam geweest moet zijn. Dus nog ver voordat Amsterdam Amsterdam heette, zeg maar. En dit sluit dan ook weer bijzonder goed aan met het hele concept de Magi in het Oedalinda-boek. De Magi, of de magiërs, waren namelijk de voorlopers, of zijn eigenlijk de eerste Hebreeuwen of de Joden, daar heb je ze weer. En ook zij bevonden zich dus in deze Hollandse regio rondom Amsterdam. En dat is natuurlijk ook iets wat we in de geschiedenis ook prima kunnen terugvinden natuurlijk. Net zoals plaatsen als de Jordaan is natuurlijk een wijk in Amsterdam. Goed, dat is dus iets wat we dus ook prima in de geschiedenis kunnen terugvinden. Daarnaast zijn er ook een aantal situaties in het Oedalinda-boek beschreven die van een reis spreken waarin deze Magi bijvoorbeeld worden meegenomen naar specifieke bedevaartsplaatsen. En aan sommige namen van deze bedevaartsplaatsen zou je kunnen denken dat dit dan bijvoorbeeld in het Midden-Oosten zou liggen. Echter heb ik dus voor mezelf dan inmiddels wel een goede zaak kunnen maken dat dit dus allemaal zeer lokaal, mogelijk dus hier in Nederland heeft afgespeeld. Of in ieder geval in deze regio, Nederland, België, Engeland in die zin. Daarnaast had ik dus ook voor de week dus ook nog een betoog geschreven. Althans, ik was daar met Eric Dubé, waar ook wederom in mijn e-mail hele interessante reacties op kwamen. Het is namelijk zo, mensen, dat deze Magi in het Oedalinda-boek, of de Magi in het Oedalinda-boek, dus serieuze denk... Het is namelijk zo dat deze Magi in het Oedalinda-boek, wat dus het meest oude en eerste geloof dan belichaamt, zeg maar, er alles aan deden om hun onderdanen verder binnen de palen of binnen hun grenzen te houden en vooral onwetend te houden. Gecontroleerd en helemaal compleet beheerst door angst en angstverhalen omtrent dus de religie en over demonen en dergelijke. Heel de wereld raakte in die tijd al vrij snel aan de slavenhandel in die tijd en dus aan de slavenband ook natuurlijk. En deze Magi, die van Phoenicia Israël, zeg maar, kwamen, waren hierin de machtigste speler wereldwijd. Zij hebben de wereldzeeën samen met dus de oude Friezen voor zeker 2000 jaar weten te beheersen. Tot aan dus de opkomst van het Romeinse Rijk, waarin men uiteindelijk mee is geïnfiltreerd. Goed, ik kan dus het Oedalinda-boek aan de hand, een nieuwe context geven aan de meest antieke geschiedenis. Daarnaast is er recent natuurlijk een beetje ook de realisatie, ook bij mij dan in ieder geval, dat dus de Anunnaki, zeg maar, eigenlijk ook in de Bijbel voorkomen in die zin. En zo worden dus ook deze antieke geschiedenis dus uiteindelijk met elkaar verenigd. We stellen ook vast dat veel zaken uit deze Bijbel eigenlijk een vertelling zijn of een kopie zijn van veel oudere kleitabretten uit dus het oude Sumerië. Net zoals dat we dus ook lezen over Adam en Eva in de Bijbel als de eerste mensen die op de aarde waren, vinden we deze Adam ook dus terug als de eerste mens die is gecreëerd door de Anunnaki.
Daar heb ik dus een bijzonder betoog van Eric Dubé over voorgelezen van de week. En die stelde dus uiteindelijk dat dan bijvoorbeeld de slang in het Hof van Eden ook wordt gepresenteerd, aan ons natuurlijk wordt gepresenteerd als natuurlijk de duivel, maar in werkelijkheid een verlosser was die kennis of gnosis kwam brengen, zodat Adam bevrijd kon zijn. De creatie en status van onze huidige menselijke wereld is namelijk een soort van gevangenis. Heb je dus die video niet gezien, 2 dagen geleden, wat gisteren, ik zag die nog even terugkijken, je vindt de link onder het filmpje, als het goed is zometeen. Maar er kwam dus op dit geheel wel er een heel bijzondere en interessante reactie op. En ik heb al vaker met hem enig e-mailcontact. En ik hoop dat u het goed vindt dat ik u even quote, meneer Porterman. Maar die gaf als zeer interessante reactie. De eerste Adamu, waren dus aan de goden gelijk, omdat hun derde oog nog werkte. Dat werd in de raad van de grote Anunnaki besproken. En Enki, de schepper en vader van de mens, moest hun pijnappelklier verschrompelen. Maar Enki wees Adam en Eva wel op de mogelijkheid hun derde oog alsnog te openen en te kunnen gebruiken door DMT in te nemen. En DMT was te vinden aan de boom der kennis van goed en kwaad. Dat was een van de 2 bomen waarvan zij natuurlijk niet mochten eten. Dat is deels figuurlijk en overdrachtelijk en deels kloppend. De boom der kennis bestond echt. Dat is de Acacia nilotica, dat dus inderdaad. En de boom des levens bestaat niet als een boom, maar dat is het vruchtbaar maken van Adam 1. Adam 1 is mannelijk en vrouwelijk en kan zich niet voortplanten. Vervolgens brengt Enki Adam 1 in een diepe slaap en ontneemt hem een rib. En zet die rib zeg maar op kweekjes en zegt abracadabra, letterlijk, en wekt Adam 2 op en Eva 1. Een manin die dus tegenover hem was. En dat zien we dus ook in de Sinterklaas folklore, zegt meneer Porterman. Enki is onze folkloristische Sint-Nicolaas, Sinterklaas. Als we ook kijken naar de taai-taai en speculaaspoppen die Adam en Eva voorstellen, van beiderlei kunnen. Ze hebben elk hun specifieke geslachtskenmerken. Enki en zijn team werkten in Afrika, in het Bit Shinti, het laboratorium, aan de perfecte slaaf die zij nederig primitief noemde. Enlil, zijn jongere halfbroer, vernam dat de eerste mensen een feit waren en hij liet hen ontvoeren door zijn commando's en liet hen naar zijn Ede brengen in Mesopotamië. Dat toen nog niet zo heette natuurlijk. Ze werden geplaatst in het hof van dat Ede. Dat is geen tuin met bloemetjes of zo. Nee, zoals de tuin van Ede. Zoals de tuin van Ede doet vermoeden, maar een hof, een moestuin. Een Eden was een vlieghaven en afgesloten van de wereld, door natuurlijke barrières of door hekwerken. Zo had het Eden in Drenthe ook een hof, en wel in het noorden. De vlieghaven was gelegen in de driehoek Emmen, Havelte en Groningen. Groningen, groen, grunningen, groen, vegetatie, was waar de hof gelegen was en het oude Groningen. En de oude Groningers noemen hun stad tot in onze tijd nog steeds de Tunen. En in het noorden wonen families met Eden, Edens, van Ede als achternaam bijvoorbeeld. Enlil dacht primitieve slaven gekaapt te hebben. En toen riep hij, Adam, waar zijt gij? Antwoordde Adam dat hij naakt was. Hij had dus gegeten van de boom der kennis. En was zijn dierlijke herkomst duidelijk ontstegen. En had het besef en benul dat hij naakt was. Enlil wist dat hij deze bewuste slaven niet mocht gebruiken. En zond hem heen. Na eerst dus kleding voor hen gemaakt te hebben. Via de oostelijke poort van zijn Eden. Een vriend van meneer Porterman heeft daar onderzoek naar gedaan en meent dat de engel aan de oostelijke poort met zijn vlammende zwaard staat voor het innemen van DMT, dat niet werkt door ons darmsysteem, maar wel werkt als het wordt ingenomen door het Syrisch wijnkruid, wijnruit. Ruit is roet, oftewel onkruid, dus met speciaal groen blad. Dan werkt het activeren door DMT van de pijnappelklier opeens wel. Enki heeft onze pijnappelklier verschrompeld en deze werkt alleen bij onze geboorte en bij ons sterven. Dus als we het lichaam binnengaan als ziel en als we het lichaam verlaten. Maar Enki's tip om van dus de boom der kennis te eten kan door middel van DMT op elk gewenst moment die verhoogde staat van zijn bereikt dus worden. En weten we dat de dood dus niet bestaat en dat wij eeuwig zijn en gelijk zijn aan de goden, oftewel onze scheppers. Elk Ede, elke vlieghaven was zelfvoorzienend en bevatte akkers, weiden, gaarden, kweekvijvers en een hof. Een groentetuin,
Na dus de zonvloed, toen het paradijs verdwenen was, zullen de goden broeikassen gebruikt hebben voor de kweek van fruit en groenten. Het paradijs was een zone gelegen tussen de twee poolkappen. Para de ijs, twee ijs, twee ijskappen en de zon ertussen. En dat dus onder een zeer dikke atmosfeer die het licht van de zon moest dempen. Die atmosfeer regende later dus neer in 40 dagen en 40 nachten. Het paradijs kende dus om de hele planeet heen een gelijke temperatuur, luchtvochtigheid, warmte en klimaat. Het regende niet. Vocht dat de natuur dus nodig had, kwam uit de dauw elke morgen. Oftewel, de world canopy, wat Jason ook al zegt. Goed, en daarna kwam hij nog met een andere reactie. Onder vliegerhorst delen, verwant aan het Griekse delos, ligt, net als in Drenthe, een ondergrondse basis. Adolf Hitler zou officieel eenmaal de bunker bezocht hebben op Vliegerhorst delen. Maar een monteur, die al sinds de jaren 70 op delen komt, sprak met oudere mensen al daar en die zeiden dat Adolf Hitler zeker 3 maal en mogelijk 4 maal op de Vliegerhorst in delen is geweest. In de ondergrondse basis wonen namelijk de goden. Je weet wel, die lui uit de Bijbel en de antieke oudheid. Mogelijk heeft vriendje Adolf Hitler daar beneden instructies ontvangen voor het vervolg van de oorlog. Want de oorlogen op deze planeet worden door de goden gestreden en door de mensen uitgevochten. Onder Groningen ligt Assen. Assen is of staat voor goden, door de Drenten uitgesproken als Hassen. En ik maak van Assen Asen, met de betekenis centrum heer, oftewel het vluchtleidingscentrum wat was al daar gelegen. Het verhaal van Ellert en Brammert maakte me wakker. Uiteindelijk kende ik het verhaal als kind al, maar jaren en jaren later drong het tot me door. Ellert en Brammert zouden reuzen zijn, zegt het verhaal. 2 broers of een vader met zijn zoon, gevlucht vanuit het westen tijdens de 80-jarige oorlog, zegt een andere versie. En zij spanden draden over de Drentse heide en aan de draden zaten belletjes die in hun grot hingen. En zo konden ze, als bij Dwingelo een indringer over de heide liep, tegen een draad aan, precies zien waar het was. En togen ze erheen om dus de overtreder in de kraag te pakken of te vatten. Ik zag een overeenkomst met de held en met de halfgod Gilgamesh, Noach, die met zijn vriend Enkidu, die sterfelijk was, optrok dus naar Baalbek in de Bekka-vallei. Een raketbasis, om daar dus op te stijgen naar de hemel, om het eeuwigheidskruid te halen voor zijn vriend Enkidu. Ze werden tegengehouden door het monster Humbaba. Ze versloegen het en betraden de raketbasis. Humbaba was geen monster, maar het beveiligingssysteem van de raketbasis. Waarschijnlijk een camera op een rail die zo langs het afgebakende terrein naderende bezoekers kon filmen, toespreken en eventueel uit kon schakelen. Humbaba zegt het ook al eigenlijk en het betekent iets van enorm hugen, hoeden, balans of waken. Oftewel, het was toegespitst op controle en bewaking en beveiliging van het terrein. In het vluchtleidingscentrum keek men mee en kon men door de intercom spreken tot de betreders en hen waarschuwen voor de inzetten van geweld door het vuur te openen. Niet meer dan dat. Opmerkelijk dus dat de legerleider, Dick Berlin, na zijn pensioen opeens lid werd van de raad van bestuur van Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Kreuler-Müller Museum. Was Dick Berlijn opeens kunstminnend geworden? Was hij opeens een natuurfreak geworden? Waarschijnlijk niet. Hij werd opgevolgd door Peter van Uhm als commandant van de troepen. Goed, ik ben er bijna doorheen. Want ik wil hier eventjes alvast op reageren. Want dit vind ik namelijk vet interessant dus. Ten eerste spreekt het inderdaad van een soort verborgen occulte geschiedenis van Nederland. Met allerlei hele bijzondere connecties. Is er dus wederom ook in mijn eigen context een paar streepjes erbij gekomen. Dus dat Nederland wel degelijk een soort bron is in zeer antieke geschiedenis en dat ook mogelijk dus bedevaartplaatsen of woonplaatsen van goden, weet ik veel, de netherworlds, de onderwereld, de hel, weet ik veel. Wij bevinden ons op een hele bijzondere locatie, zeker in de geschiedenis gezien. En helemaal opvallend vind ik natuurlijk dat het natuurlijk allemaal gaat over onder andere de Hoge Veluwe. En nou, het toeval wil, wat natuurlijk niet bestaat, en als daar dus daaronder, onder het park dus zogenaamd de goden zouden wonen, dat is wel heel bijzonder, want uitgerekend in het, in het Nationaal Park de Hoge Veluwe, die hele regio, daar wordt natuurlijk die andere podcast allemaal opgenomen waar ik een paar keer voor ben uitgenodigd. Dat is natuurlijk wel heel veelzeggend. En dat werd trouwens ook allemaal prima onderhouden en betaald door iedereen. Althans, door was allemaal al geregeld, wordt er een van de organisatie in me gelegd. Allemaal wel, het geloof ik. Het is allemaal wel, maar heel dubieus. Zeker als we daar dus zeer antieke mythologieën
op kunnen teruglezen. Dankjewel, meneer Poorterman, voor deze bijzondere inzichten. Nou, gaat hij nog even verder dus, want er komt nog iets over. Even zien, dus uiteindelijk, Dick Berlijn ging het even heel erg over. Dus toen hij met pensioen ging, volgde hij zelfs Dick Berlijn op in de raad van bestuur van blablabla. Wat deden die twee generaals daar op de Veluwe? Kregen zij de kans, ongezien, en als burger via een speciale ingang naar het hoofdkantoor van de God te gaan, voor dus overleg en instructies? Ik denk het wel, zegt hij. Die goden zitten namelijk al 4000 jaar hier. Dat lijkt me echt bijzonder interessant. We gaan met de schep de hele Veluwe opscheppen, jongens. De Babylonische god Marduk moest 4200 jaar geleden vluchten en werd verbannen en hij ging naar Drenthe. Hij is Brammert, Brandaan, Brandaris of Brahma. En Ellert is zijn schoonzus, die godin Inanna, die we in Drenthe ook kennen als Spinwivi en als Spinan. Gruwelijk. Veel dorpen in Drenthe beginnen met de naam An, Annen, Anlo enzovoorts. En die Inanna is dezelfde als, dat dacht ik dus al, Ishtar, Astarte en Astoret. En dat werd dus ook in het oude, zeer antieke oude Zeeland ineens ook aangetoond dat een van de meest oude aanbiddingsplaatsen of religies iets te maken had met Ishtar en dergelijke. Wat eigenlijk een beetje out of place was, aangezien dat allemaal natuurlijk in het Middellandse zeegebied daar allemaal heerst. Om enkele namen te noemen, om gevolgd aan nog eventjes. Haar totemtekens zijn de uil en de kat, hetzelfde als Minerva. In Egypte is zij waarschijnlijk Bastet, Catwoman. En opmerkelijk is dat, koningin Beatrix paard reed in het dorpje Annen, in de manege met de naam de uil. Toeval of niet, Elerte is de aarde. Ja, natuurlijk, de bodem. Het deel van de vlieghaven in Drenthe dat aan haar was toegewezen. En Brammerte, het deel dat aan Marduk werd toegewezen. Die gebieden werden dan ook wel het Ellertsveld en het Brammertsveld genoemd. Naar zeggen bevindt er zich in het Gooi ook een ondergrondse basis. Dat zal me niks verbazen. Okay. Evenals dus bij Spa in de Ardennen. Dat zal wel, ja. De naam Hilversum verwijst naar Sumerië, waar wij eens vandaan kwamen. Heels ver van Sumer. En dat is ook weer helemaal precies wat ook wordt beschreven in het Udalinda-boek, die ook dus een verklaring geeft voor een kolonisatie daar in die hele regio. Door de blanke Friezen, beste mensen, althans onze voorouders. Goed, heel ver van Sumer werd dus heel ver Sum. En daar heerst de landelijke media niet toevallig. Nou, meneer Poorterman, touché, daar heeft u toch wel een heel bijzonder, helder, verhelderend en interessant inzicht en visie op. Die nemen we zeker even mee in onze beschouwing. Ik wil jullie voor nu een heel prettige avond wensen, beste mensen. En bedankt voor het kijken. De mazzel.